Hallo. Oh, ik word gebeld. Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is zaterdagochtend. Nicky is nog een opdracht gaan doen die nog van gisteren over was. Hij is heel goed bezig, Nick. Het ziet er netjes uit zelfs. Goed zo, jongen. En daarna gaat hij lekker buiten in de tuin met papa werken. Papa had vandaag de zin gekregen om lekker buiten te werken. Dus hij is het terras aan het sproeien. Kijk die benen. Kun je dat zien? Wacht. 1, 2. Allemaal spetters. Daar zit Lea. Lekker in de tuin. Goed bezig, Mattie. Papa heeft even vrij, zie je. Dat vindt hij geweldig, hè? Dat vindt hij echt prachtig. Mensen zien hoe goed je bezig bent. Oké, go. Ik ga even heerlijk douchen. Maar eerst. Tadaa. Right. Zo lekker als de kids even met papa bezig zijn. Ik was even een outfit aan het zoeken, want die worden nou een beetje schaarser. Ik laat jullie even zien. Maar het leuke is om te experimenteren met wat je nog in je kast hebt. In plaats van allemaal positiekleding aan te schaffen. Dit is wel echt een positiebroek. En dit had ik nog. En dit blouseje, dat is gewoon, komt normaal tot hier met knopjes. Dat heb ik besteld voordat we naar Afrika gingen. En dat vind ik ook wel prima. Alleen merk ik, het ziet er heel warm uit. Maar het is toch best wel fris, dus er moet nog even iets overheen. Nou, toch maar even een ander blouseje gepakt. Volgens mij is deze van de H&M. En ja, past ook iets beter bij dit weer. Misschien dat ik vanmiddag deze wel aan kan. Ik ga nog even een reinigend maskertje opgooien. Tadaa. Even kijken of ik nog met gemak mijn teennagels kan lakken. Nou, even die van mijn vingernagels afhalen. Guys, het ziet er leuk uit en alles. Maar weet je, ik vind het toch veel belangrijker dat het lekker zit. Ik ga iets anders aan doen. Dan moet best. It's Saturday, come on. Oké, guys, dit voelt meer als nu. Oh. Zelfs Maartens t-shirt worden al te kort. Iets makkelijk. Nee? Ik kan dus het beste rijden. Papa, je weet wat ik ga doen, hè? Ja, maar wat weet ik? Aan de kant, Lea. Iedereen aan de kant. Wow, jumping. Maar ik ben toch beter. Lea heeft vandaag een outfit zelf gekozen. Heerlijk. Elsa en poesjes, dat is het helemaal. En mama probeert er maar nog een fatsoenlijke combinatie van te maken. Oké. Okay. Met dat t-shirt en die rok kwamen ze. Oh, met het brandweer. There we go. Nick, wat gebeurt er? Weet ik niet. Er komt iemand langs voor jou, ja? Iets brengen. Waarom? Omdat ik de gouden ei heb gevonden. Ei? Ik bedoel, M&M. Spannend, hè?
Ik ga even het kaartje lezen en dan gaan we eens kijken wat hier helemaal is. Het, jongens, wat een cadeau. Oh, oh. Oh, bellenblaas, dat zie ik nu al. Yay! Huh? Dan is die voor jullie samen, denk ik. Oh, wat leuk. Ik ga het openmaken. Ik ga het openmaken. Oh, die is leuk. T-shirt. Ja. Nee. Afrikaans t-shirt. Een rok. Oh ja. Ballonnen. Wat voor ballonnen? Waterballonnen. Oh no. Yes. Ik ga ik jullie inmaken. Wow. Ik ga jouw nat gooien. Ja, ik denk dat ik jouw nat ga gooien. Deze is ook voor Uki, mama. Denk je? Ja, want het is zacht. Een zabbel. Ja, inderdaad. Oh, dat is grappig. Daar kan de speen aan. Zie je dat? Dan kunnen we echt de speen eraan hangen. Een knuffeltje aan de speen. Oh, zo. Die is leuk, hè? Wil je hem hebben? Nee, oh. Ik niet. Mag zij ook eentje openmaken? Nee. Ja, deze mag ik. Oh, dat is een spelletje, denk ik. Oh, hier op het... Yes! Nog eentje waar ik je kan inmaken. Vier op een rij. Plakkaat verf. We kunnen alle kanten ermee op, Nick. Wat bedoel je? We kunnen er van alles mee maken. We kunnen de buik van mama schilderen. Op de stenen. Dit is voor ons allebei. M&M's. Oh! Ja! Echt? Wat is dat voor kleur? Die ken ik helemaal niet. Oh, die mooi. Is van mama. Nee, die is van papa. Nee, die is van papa. Hé, wat zeggen we tegen Rebecca? Dankjewel. Alsjeblieft, Nick. En jij? Dankjewel. Dankjewel, Rebecca. Super lief. Wat een liefde. Wat zeg je, schat? Mama, mijn tand wiebelt echt. Moet ik even kijken? Ja. Wiebelt die? Mag ik even voelen? Ik heb mijn handen net gewassen toevallig. Dus je moet dus... Ja, ik weet het niet. Ja, maar jij voelt het beter, hè? Oh, spannend, schat. Goed zo. Ik ben benieuwd. Het kan nog wel eventjes duren, hoor. Dus ja, mensen uit Zuid-Limburg. Rivka heeft op de groene route volgens mij weer iets verstopt. Zeker een aanrader. En er zit ook weer iets van een gouden winnende steen bij. Dus ik zou zeggen, go for it. Voordat wij gaan. Daarnaast natuurlijk ook leuk. Ik zag nu ook dat andere mensen het oppakken. Om zelf steentjes te beschilderen en te verstoppen. Waar je ook woont is dat natuurlijk altijd een leuk idee. En dan misschien ook een Facebook site maken of zo. Of op de steen zelf een verwijzing maken naar een Facebook site. Ik vind het echt heel goed bedacht. En de kids zijn dolblij. Ik zei het tegen Rivka. Het wandelen aan zich en het steentjes zoeken aan zich is al zo leuk. En is al een cadeautje, zeg maar. Ja, dan brengt ze ook nog zo'n uitgebreid cadeau. Ja, super lief. Ik heb echt een babybillen gezicht vandaag. Of hoe zeg je dat? Maar ik had vanmiddag even tijd voor mezelf. En ja, ik merk dat ik even in een paar dagen, of in een ja, paar dagen, in een beetje verwerkingsmoment van Afrika kom. En dan is het fijn als je ze soms even kan terugtrekken en even ze de tijd kan houden en even je gedachten kan ordenen. Daarom zie ik er ook een beetje zo uit, denk ik. Want het traantje hoort er ook soms bij. Whatever. We gaan deze eens proberen. Hebben jullie die ooit gehad? Met karamel zeezout. Ik ben zo benieuwd. Dus we hebben de kip beloofd. We gaan een filmpje kijken. In combinatie met deze M&M's. En ze zijn zo gek met dino's op dit moment. Dat maakt hun een stukje wil laten zien van Jurassic Park. Ik zeg nee, niet voor slapen gaan, maar ga dus alleen een stukje laten zien. Hoeveel M&M's is oké? Oké. Ja, daar zit ook. Dat is Jurassic Park. Jurassic World. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Wat betreft de hoeveelheid? Je zag wat in mijn bakje zat. Dat was te veel. Het is lekker en het is ook weer eens wat anders. Interesting. Maar wel machtig. Oké. Okay. Er is vandaag een pakketje aangekomen. Die heeft Sanne voor ons op de post gedaan.
En ik weet niet alles wat erin zit. Ik weet helemaal niet wat erin zit. Maar ik weet wel dat er iets van zwangerschapskleren in zit. En volgens mij ook iets van Libby nog. En volgens mij heeft ze ook nog iets geknutseld. Voor de babykamer. Ik heb het de hele dag hier bewaard. Het staat hier een aantal uur. Want eerst die arbeid, dan het vergnuren. Daar gaan we. De kinderen en Maarten kijken ondertussen Jurassic World van Lego. Volgens mij heb ik die ook van mijn schoonmoeder gekregen, maar ik weet niet of het dezelfde is. Of een andere afmeting? Ik zal het dadelijk even vergelijken. Sweet! Nice! Die kun je als inbakendoek gebruiken. Wel fijn als je er twee hebt, dan kun je afwisselen. Een boodschappentas, dankjewel. Hangertjes. Eigenlijk ook wel handig. Ik heb twee van die plastic en that's it. En ik heb wel een paar jasjes en zo. Een rok? Dit is fout, Claire. Je mag een hond geen restjes geven. Nice color. Yes! Een legging! Kun je weer wat combineren? Omslag rompertje, of hoe je dat noemt. Super handig voor die kleintjes. De zwangerschapsbroek die al even meegaat. Zien jullie dit gat hier? Dat maakt niet uit. Maarten, is het niet te eng? Een dress. Een dress. Nog een broek. En die heeft dus niet zo'n hele hoge pand, maar een lage. Dus ik ben benieuwd hoe dat zit. En deze ook. Ga ik even niet op in, hè? Oh, kijk nou. Nice. Perfect color. Ja, die moet je ook hebben, hè? Die kruik. Slabbertjes. Met bosjes. En driehoekjes. Zo eentje had ik ook voor Nick. In ieder geval iets wat hier heel erg op leek. Super schattig. How cute is that? Dit is super stoer. Wow! Een mesje, jongens. Kijk die kleur ook. Volgens mij kan je hem van twee kanten. Heel vet. Oh my goodness. Oké, en de laatste. Dat heeft Sanne dus geknutseld. En ze heeft het ook bij Libby op de kamer hangen. Is dit heel spannend, Nancy? Ja, ik hoor het goed. Oh. Look at that. Dit is dus een maan. Ik zal beter zien. Nee, zo denk ik, hè. En daar heeft ze een lichtsnoer omheen gedraaid. Er zitten nu geen batterijtjes in, dus ik zal even batterijen pakken. We mogen er niet bij op laten komen. Look at that! Super sweet! En dan tegen die groene muur. Oh my goodness, we gaan het gelijk testen, jongens. Kom mee! Oké, even kijken hoe ik jullie dat kan laten zien. Misschien zo. Ik denk dat dit een leuke plek is. Of op deze plek. Oké, maar ja, als die hangt, dan zullen jullie het zien. Devro, Yildal, Sanne, super bedankt voor dit leuke pakketje. Ja, weer een stukje van mijn uitzetlijst compleet. En ik heb nu wel zin om echt ook de boxen in de kamer te gaan zetten, moet ik zeggen. Met dat nestje zo erin. Maar goed, misschien is dat nog wat vroeg, want dan moet je dat ook iedere keer mee poetsen. Maar nice guys. Heel erg bedankt.